En ondertussen zit Lieven hier. Dag Lieven de Brouwer. Hallo. Fijn dat je ons een bezoekje komt brengen. Dag. En je doet dat natuurlijk niet zomaar, want je hebt iets heel fijn aan te kondigen eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk wel. Het is een drieluik. De jaarbeurs van Roeselare bestaat 70 jaar dit jaar. Ze hebben mij gevraagd of ik op de eerste zaterdag liedjes wil gaan zingen. Ik heb een voorstelling met Nederlandse cabaretliedjes. Ja. Toon Hermans, Wim Sonneveld, Jasperina de Jong. Tango van het Blote Kontje, Het Dorp. Maar ook wat minder bekende pareltjes eigenlijk uit het cabaret. Mijn winterroosje zit er toevallig niet tussen. Nee, Heideroosje wel. Ah, Heideroosje, dat is dan van Toon Hermans, nee. Nee, nee, dat was eigenlijk een hit van vooral, zoals ik mij dan toch herinner, de havenzangers. Ah, ja. En ik vertel het verhaal dat ik dat als kind vaak gehoord heb in het café, maar niet zo goed verstaan had, omdat ik in mijn bed lag en de jukebox beneden was. Ja. Dus Heideroosje, wat ben je mooi. Oh, Heideroosje, in plaats van lente tooi, had ik verstaan lente kooi. Ah, ja, dat is ongelooflijk dat je als kind zo dingen capteert. Ja. En die blijven er gewoon levenslang in zitten. Hè? Precies. Ja. En als je dan het verhaal, het liedje hoort, dan klopt het. O, Heideroosje, nu ben je blij, maar Heideroosje nooit meer vrij. Ah ja, ze zit in een kooi. Ah ja, dus het klopte wel. Ja. Dus het is eigenlijk een heel anekdotische, leuke voorstelling met een beetje nostalgie, Nederlandse cabaretliedjes, een beetje humor, een lach en een traan natuurlijk. Dus de jaarbeurs van Roeselare zei, wil je dat komen zingen? Want wij willen ons publiek, en dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Ze willen dus de mensen die een kaartje kopen voor de jaarbeurs meer bieden dan alleen maar de jaarbeurs, wat op zich al heel veel te beleven is. Dus mensen die de eerste zaterdag naar de jaarbeurs komen, die kunnen ook gratis naar mijn cabaretvoorstelling komen. Ze moeten wel online een kaartje reserveren. Ah, ja. Maar het is in principe inbegrepen in de inkomprijs van de jaarbeurs. Oké. En dan dachten ze, ja, maar we hebben de tweede zaterdag, zoeken we ook nog iets. Misschien kan je jouw lezing over parfum brengen. Oh. Ik reis nu al, denk ik, 12, 13 jaar rond met een lezing over parfum. Ik heb al, denk ik, 500 lezingen gebracht in Vlaanderen. Het is vooral heel informatief over de Franse parfumerie, een paar klassiekers. Maar heel interessant is dat eigenlijk mijn voorstelling eindigt met tips over het kiezen, kopen en gebruiken en bewaren van parfum. Want iedereen gebruikt parfum of koopt parfum. Maar eigenlijk merken we dat heel veel mensen in Vlaanderen nog steeds niet echt voldoende weten hoe je dat moet kopen, hoe je het moet testen, hoe je het moet gebruiken. En vooral ook heel belangrijk, hoe je het moet bewaren. Okay. Dus de tweede zaterdag van de jaarbeurs heb ik daar dan ook weer een gratis toegankelijke voordracht. Een lezing. Inbegrepen in de ticketprijs. Uh-huh. En toen kreeg ik ineens een derde mail van de jaarbeurs. Van we hebben eigenlijk een feestelijke editie. Wil jij onze Peter worden? Ah, voilà. En dat vond ik toch wel een eer. Maar het is een feestelijke editie, omdat de jaarbeurs op dit moment 70 jaar al bestaat. Ja, eigenlijk sinds 1950, maar het is dit jaar de 70ste editie. Ja. En de jaarbeurs is voor mij ook, ook een beetje nostalgie. Ik ging er als kind altijd naartoe in Roeselare met mijn ouders. Ja. En dan hebben mijn ouders die een café hadden in Roeselare ook een paar jaar zelf op de beurs gestaan. Met een bierstand uiteraard. En dat was voor mij als kind eigenlijk een beetje, dat had iets van een theater. Ja, ja. Ik vond dat we daar toneel gingen spelen. Ja. En de jaarbeurs op zichzelf duurt altijd, hoe lang juist? Het is dit jaar van 1 tot 12 november, elke dag van 2 tot 7. Behalve op zondag is het ook van 10 tot 7. Oké, we gaan daar nog een beetje verder op in op die jaarbeurs, wat er allemaal te beleven valt en wat jij dan precies allemaal gaat doen. Lieven, jij bent vooral gekend natuurlijk als regisseur. Dan gaan we even terug in de tijd. Je hebt een fantastische mooie film gemaakt. Pauline en Paulette heet die. En ik herinner mij nog altijd dat ik samen met mijn broer zo een aantal scènes heb nagespeeld. Uh-huh. Omdat dat zo, ik vond dat zo fijn. Vooral die rol van Dora van der Groen. Het feit dat ze zo daar met die gieter aan het gieten. Ja. Die scène is toch geweldig, onvergetelijk. En dan ook op het moment dat ze zo heel schattig zegt, pakje maken? Ja, weet je, wat heel interessant om te weten is eigenlijk, de scène met die gieter is oorspronkelijk geknipt uit niet de film, maar uit het scenario. Ah. Omdat ik had dat helemaal in mijn gedachten, maar toen mijn co-producent, uiteraard, we hadden heel kritische schrijf- en leessessies, en mijn co-producent, of mijn producent tenminste, vond,
ja, dat vertelde niks. Het voegde niks toe aan het verhaal. En het besloeg ook 3 pagina's in het scenario. Dus dat werd geknipt. En toen dacht ik van, ja, maar nee, dat moet erin. Want ik zie het voor mij op de muziek van Tchaikovsky. Ja, ja, dus ik stak het er terug in, korter. En dan werd het er terug uitgehaald. Dat was zo eventjes heen en weer. Tot dan uiteindelijk ik aan de producent zei van, kijk, ga zitten en luister en kijk. En ik heb heel die scène uitgebeeld. En toen snapte hij het en zei, oké. 3 lijntjes in het scenario en een halve draaidag. Wat heel weinig was voor die scène. Ja. Dus die hebben we ontzettend goed moeten voorbereiden. En het was zo'n succes dat overal waar er op televisie over de film werd gesproken, hebben ze dat fragment gebruikt. Ja, dat en is... toen we bezig waren of begonnen met mijn tweede langspeelfilm, Confituur, heeft diezelfde producent als eerste opmerking gegeven van, en zorg ervoor dat er ook een scène is gemonteerd op klassieke muziek. Oh, memorabel. Dat vond ik eigenlijk al een kleine triomf, dat de scène die aanvankelijk niet werkte in het verhaal, wel toch langs blijven hangen. Maar dat is toch teken dat je heel visueel ingesteld bent en dat je echt wel weet wat je wil in je films. Meestal wel. Dat is vaak het probleem. Of juist, misschien heel goed, hè? Ja. Maar je hebt daar echt wel prijzen mee gewonnen. Op Cannes ook, hè? Ja, de film heeft zijn wereldpremière gehad op 13 mei 2001 op het filmfestival van Cannes. En dat, de film heeft daar toen de publieksprijs gewonnen. Ja. Wat ik toch wel heel bijzonder vond, want je maakt uiteindelijk toch een film voor het publiek, voor de mensen die naar komen kijken. Ja. Ja, en daar heeft hij toch wel heel goed gescoord. Ja. 5 plateauprijzen ook, waaronder beste Belgische film, beste Belgische regisseur, beste Belgische scenario, beste actrice. Dus dat vond ik toch ook wel heel bijzonder. Zeker en vast. Staat die triomfprijs daar nog ergens op je... Wel, de prijs voor beste scenario staat bij mijn co-scenarist, Jacques Boon. Ik heb wel de prijs voor de beste regisseur staan en beste film. Ja. En daarnaast heb ik ook nog een plateauprijs voor mijn kortfilm Leonie. Oh, ja. Dat is eigenlijk mijn eerste samenwerking met Thora van der Roen. Ja. Die ook een plateauprijs heeft gewonnen. En daar is eigenlijk alles wel een beetje mee begonnen. Ja, ja. Want jouw band met Thora van der Roen moet dan toch wel heel intens geweest zijn. Ik heb haar ooit een brief gestuurd. Ik was net afgestudeerd aan de filmschool. Ik heb haar een brief gestuurd. Precies 1,5 dag nadat ik de brief had gepost, kreeg ik een telefoontje van Thora van der Roen, die totaal niet wist wie ik was uiteraard, want ik was een onbekende, net beginnende, afgestudeerde student. En ze heeft mij toen gezegd, ja, ik sta er wel voor open voor wat je voorstelt, maar ik heb geen tijd. En ik heb haar toen gezegd, ja, maar ik heb nu nog geen geld. En dan uiteindelijk, 5 jaar later, hebben we die film wel gedraaid. We hebben elkaar ontmoet, een paar jaar na dat telefoontje. Ja. In Gent, op de vrijdagsmarkt, zijn we iets gaan eten. En ja, dat was gewoon meteen een klik. Ja. En die is er altijd gebleven. Ja, als vriendin? Had je zo'n connectie als collega? Of ja, wij hielden... Ja, er was een moeder voor jou? Of hoe was het? Er was een wederzijdse bewondering. Uiteraard, ik bewonderde haar als actrice. Zij had bewondering voor het onderwerp dat ik had gekozen voor mijn scenario, dat ik als jonge man een verhaal wou vertellen over een echtpaar waarvan de vrouw Alzheimer krijgt. Ja. En dat wou ze doen. Ze heeft mij ook alle vertrouwen gegeven, eigenlijk, wat ik toch wel heel bijzonder vond. Want ik had verwacht dat iemand met zoveel ervaring ook heel kritisch zou zijn. En zou zeggen, nou, dat doe ik wel, dat doe ik niet. Ja. En ja, daar stond ze eigenlijk toch wel heel hard voor open. Ze was heel tevreden over het resultaat. Ja. En ja, dan is er natuurlijk meteen een klik, hè? Ja. En naast de opnames, naast de film, hebben we altijd contact gehouden. Ik heb haar ook op het einde van haar leven bezocht in het rusthuis waar ze verbleef. En ja, heel veel herinneringen van vroeger waren verdwenen. Maar die band was er nog wel. En dat vond ik toch ook wel heel bijzonder intense om dat mee te maken. Dat professionele, zeg maar, helemaal weg was. Want dat wist ze ook niet meer echt. Maar de connectie was er nog wel op menselijk vlak. Maar je ziet er trouwens fantastisch uit, echt waar. Ah, dank je wel, ja. Ja, ik vind het leven mag ook een beetje kleurig en een beetje vrolijk zijn. Ah ja, het zal wel zijn. En ik heb zo'n periode gehad dat ik echt heel veel zwart droeg en heel veel klassieke dingen. En dan dacht ik van, kom aan, het leven mag ook iets vrolijks hebben eigenlijk. Ja. Ik vind het ook wel grappig dat ik heel vaak ook word aangesproken als ik in de stad ben of zo. Van, oh, leuk schoenen aan, oh, leuk kostuum. Denk van, ja, dat is tof, want ik kan dat niet altijd van de mensen terug zeggen eigenlijk. Maar, soms denk ik, als ik mensen zie lopen van, tja, die komen van een begrafenis of zo. Ja, omdat ze zo donker gekleed zijn dan.
Maar herkennen mensen jou vaak op de straat? Wel, toen mijn film vroeger net uit de bioscoop, of uit was in de bioscoop, dan werd ik heel vaak herkend op straat. Ja. Nu is het zo van, ja, ik ken je van ergens, ben je geen acteur of zo. Ja, 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 maar ja. En dan moet ik mijn naam zeggen en dan zeg ik Pauline en Paulette, ah ja, 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 het is juist. Ja, ja, nu dan zijn ze weer helemaal mee. Ja, ja. Het is ook al 20 jaar geleden natuurlijk. Ja. Maar jij bent geboren in Roeselare. En daar, ik ben een echte Roeselaar. Een echte Roeselaarder, hoe noem je dat? Roeselarenaar. Een Roeselarenaar, oké. Okay. En het grappige was, toen ik destijds met mijn kortfilm Leonie een prijs won in Cannes, ik woonde al in Gent, en in de Gentse kranten stond Gentenaar Lievende Brouwer wint prijs in Cannes. Maar in de Roeselaarse weekbode stond Roeselaarenaar Lievende Brouwer wint prijs in Cannes. En toen dacht ik, van, ben ik nu Gentenaar of Roeselarenaar? Maar ik voel me eigenlijk wel nog steeds verbonden met de twee. Ik ben uiteraard van geboorte Roeselarenaar, maar ik voel me ook wel een beetje Gentenaar, want ik woon er al 30 jaar. Ah, en die twee kun je perfect combineren. Dat blijkt dus ook wel. Absoluut. Maar je gaat nu terug naar je roots in Roeselare, want de jaarbeurs gaat daar binnenkort beginnen. En je bent Peter van de jaarbeurs. Ja. Dus het is toch wel een eer, hè? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik reis het ganse land rond met mijn voordrachten, lezingen en concerten. Mm-hmm. Ik ben in alle provincies geweest van Vlaanderen. Maar als ik dan in mijn geboortestad terug mag komen, dan vind ik dat toch altijd een beetje bijzonder. Omdat het toch ook wel een beetje thuiskomen is. Ja, ja. En die jaarbeurs, ja, het is ook, je hebt ze elk jaar bijna meebeleefd. Als kind heb je er veel geweest, hè? Ik ben er vaak ook rondgewandeld. Het is naar het schijnt 1,5 kilometer wandelen op de jaarbeurs. Echt? Ja, een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, wat toch niet mis is. Ja. Dit jaar staan er 170 exposanten. En ik vond dat als kind altijd gewoon ontzettend leuk om te zien hoe mensen het presenteren. En uiteindelijk is het ook, kijk, een stand is ook een soort theatertje eigenlijk. Hè. Je moet het aankleden, je moet zorgen dat het ook representatief is. Ja. Dat het ook opvalt, dat het ook blijft hangen natuurlijk. Ja. En dat is voor mij ook altijd heel aantrekkelijk geweest aan de jaarbeurs om te zien. Nu, de jaarbeurs is in die zin wel heel erg geëvolueerd. Ze proberen het nu ook een beetje te promoten in die zin van, kijk, naar een jaarbeurs hoef je niet alleen maar één keer te komen. Het is niet omdat je een kaartje hebt en dat je alle standen hebt afgelopen. Want er zijn ook heel veel standen waar je kunt eten en drinken. Mm-hmm. En dat is iets wat we elke dag moeten doen. Ah, ja. En doordat er ook heel veel andere activiteiten zijn, zoals niet alleen mijn twee voorstellingen, maar er is ook een kapperswedstrijd, er is een modeshow, er is kindergrimmen, kindertatoeage, er zijn wandelingen die georganiseerd worden. Dus eigenlijk wel van alles te doen. Mm-hmm. En dus om toch de mensen uitnodigen van, ja, kom misschien eens een dag of 2, 3 naar de jaarbeurs, want we hebben echt heel veel te bieden. Ja, ja. En 4 november gaan we jou daar aan het werk zien met jouw theatervoorstelling eigenlijk. Nederlandse cabaretliedjes. Ja. Ja. En waar is die liefde gegroeid voor jou, om van die Nederlandstalige liedjes te brengen? Wel, ik luisterde eigenlijk, ik hoorde uiteraard alle liedjes van op de jukebox in het café, maar dat was niet altijd zo helemaal mijn stijl. Van het café van je ouders, bedoel je? Ja. Mijn ouders hadden een café op de wijk De Ruiter in Roeselare. Ja. En wat ik wel heel bijzonder vond, dat was dat mijn moeder in de keuken dan ook vaak meeluisterde aan de radio en meezong met liedjes van onder andere Wim Sonneveld, Toon Hermans, Henk Elsink. En dat was repertoire dat mij wel heel erg aansprak. Ja. En dan, op een bepaald moment heb ik ook besloten om daar een cabaretvoorstelling rond te maken. En dat is blijkbaar een groot succes, want ik toer er nog steeds mee in Vlaanderen. Maar het is ook vooral de verhalen die je er waarschijnlijk bij vertelt. Dat vind ik ook heel fijn. Niet alleen de liedjes op zich vertellen soms een minuscuul verhaaltje. Maar ik kan het ook altijd wel koppelen aan iets wat ik zelf heb meegemaakt of heb gevoeld. En je merkt ook dat het voor heel veel mensen herkenbaar is. De grote klassieker is natuurlijk Het Dorp uit het repertoire van Wim Sonneveld. Ik zie toch altijd weer dat mensen in de zaal het niet alleen meezingen, maar dat er soms ook een traantje over die wang rolt. En dan merk je toch wel dat dat toch wel een heel bijzonder nummer is. Pure nostalgie en melancholie. Hè? Dat werkt altijd. Het is zo mooi en authentiek. Ja, dan heb je dus 4 november de voorstelling en 11 november, dacht ik, kom je nog eens terug voor de lezing. De tweede zaterdag van de jaarbeurs is het dan mijn lezing over parfum. Ja, oké. Okay. Dus je gaat de mensen sowieso iets bijbrengen. Een lach en een traan mag er zeker ook bij. Absoluut. Ja, dat hoort erbij, dat is het leven. Hè? Ja. Dus belangrijk is wel dat mensen die willen naar mijn voorstellingen komen, moeten ze uiteraard gewoon een kaartje kopen voor de jaarbeurs. Mm-hmm. Maar ook wel online eventjes reserveren. De toegang voor mijn voorstellingen is daar gratis. Mm. Als je een kaartje hebt voor de jaarbeurs die dag natuurlijk. Oké, en wanneer begint de jaarbeurs? Is van 1 tot 12 november.
Oké, voilà. Daarmee hebben we alles gezegd. Lieve, ik wens jou heel veel succes, ook met de verdere tournee. En tot de volgende keer, hè. Kom zeker nog eens langs.